Guerrera's gaat over drie vrouwen in Mexico. Die drie vrouwen die heel erg verbonden zijn en bezig zijn met de natuur om hen heen. Met hun wortels, hun roots, hun voorouders, hun lichaam en hun creativiteit. Maar doordat ze zo goed luisteren, gaat eigenlijk met hun mee van buiten naar hun lichaam naar binnen. Hoor je en voel je ook de stemmen van eerdere generaties en andere vrouwen die het zwijgen zijn opgelegd. En dat heeft een impact op hoe zij naar de wereld kijken en wat zij vertellen. De eerste keer dat ik Alicia zag, was zij met allemaal kaarsen en bloemen. Bepaalde oranje gedroogde bloem voor de dag van de doden. Was zij haar in een soort trance bijna haar ritueel aan het doen. En ik vond het zo mooi en ook de dingen die zij maakte. Vooral, zij heeft oren gemaakt van de aarde. En ik vond dat op een of andere manier zo mooi. Want los van dat de film gaat over spreken en je uiten, gaat de film ook echt over luisteren. Luisteren naar je lichaam, luisteren naar de natuur. En dat zegt zij ook heel mooi aan het begin van de film. Everything takes time, just like the seasons. En dat we als mens een beetje vergeten zijn om te luisteren naar de natuur. Waarom dit een echte her-film is, is met name de zin Connecting Women Worldwide. Het is letterlijk ik die aan de andere kant van de wereld, ook in een taal die ik niet spreek, dat we zo'n connectie hebben gevoeld tijdens het proces en naar elkaar hebben geluisterd. Maar dat is denk ik zo passend bij waar her voor staat. En los daarvan denk ik dat die film niet gaat. De film is niet gemaakt over Mexicaanse vrouwen, voor Mexicaanse vrouwen. De film is gemaakt voor vrouwen wereldwijd. En nog belangrijker, niet alleen als ode naar onze voorouders of deze generatie, maar belangrijker nog de nieuwe generatie. Dus ik denk dat het daarom heel goed past bij waar her voor staat.